Wel of niet met caravans actie voeren op een veld in Elst? Dat is de vraag die de rechter in Arnhem op vrijdag probeerde te beantwoorden. Er staan namelijk woonwagenbewoners met vouwwagens naast de milieuwerf in Elst. De bewoners vertelden dat zij er staan om aandacht te vragen voor het landelijke tekort aan woonwagenstandplaatsen. Dat moet onder meer blijken uit hun spandoeken en wat de media over hen hebben geschreven. Maar de advocaat van de gemeente Overbetuwe is het hier niet mee eens. Deze zei dat de families aan de gemeente vertelden dat zij woonwagenstandplaatsen in de gemeente wilden hebben en dat ze met zij alleen de families bedoelden. De rechter doet uiterlijk komende dinsdag uitspraak. Dan zal blijken of de families moeten verkassen. Doen ze dit niet, dan zal de gemeente ze een dwangsom opleggen en moeten ze de kosten van het opruimen betalen.